Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Super Mario Generation series met Sander van Spelletjes SB. De tijd gaat nu in. Yo. We zijn nog steeds bij... Is dat die guy van Gaming SB? Ja, dat ben jij, ja. We zijn nog steeds bij Mario Galaxy 1. En dat gaat hartstikke goed, ding. Saving. Nog een paar sterretjes en dan zijn we klaar met deze gaming. Dat is niet waar, nog best wel veel spelen. Ja, ik moet nog Ik denk nog zo'n 4 afleveringen Galaxy. Ik heb nu 33 staring. Lekker bezig, Zendering. Oh, dan loop ik helemaal niet zo heel ver achter als jij nog 20 moest. Ja, ik heb er inmiddels 43, hè. Alsnog, het valt nog best mee. Nou, ik bedoel, dan loop ik 10 achter. Wat je laat slapen s'avonds. Ik bedoel, nou dan kan ik mezelf niks vertellen. Slaap je niet? You never sleep? Ja. That I don't do bullshit. Gewoon cafeïnepillen slikken totdat je dood gaat. That is the way to go. Want een dag heeft gewoon te weinig tijd. En als je dat niet vindt, ja, dan vind Then je dat niet. Dan heb je een lot of bagging. Bagging. Dat is wel ziek. Nee. Sander, wel eventjes op dat dingetje, op dat dingetje, op dat dingetje. Oh. Ja, topper. Kabooming. Kijk. Oké, deze is helemaal niet zo heel moeilijk. Ik doe nu een pingwing race. Never mind. Pingwinging racing. Dat is wel crazy. Die pingwings vinden zichzelf nogal stoering. Spoiler? Ja? Hoe dat komt het? Oh. Ding. Ik ben dood. Sandering. Ik dacht ik over het hockey heen sprong, man. Je moet niet doden. Schijnbaar niet. Doding is niet slimming. Oh, nee, maar het is wel fijn dat je dat even zegt, want dat wist ik namelijk nog niet. Ik ben helping jou in. Sander, wist je dat ik... wist je dat vrijdag nieuwe banen voor Mario Kart 8 dingen uitkomt? Ik ga lekker spelen heen. Dat is leuk voor je. Oh, sorry, ik weet dat je het niet hebt, maar ik dacht misschien kan je blij zijn voor mij, maar dat is dus ook alweer... Nee, ik ben wel blij dat jij in ieder geval leuke banen krijgt. Het zo klinkt net alsof de banen die er nu zijn niet leuk zijn. Dat weet ik dus niet, want ik heb de game niet. Ik heb er wel eens gespeeld, hoor, dus daar niet van. Dus eigenlijk weet ik wel dat de banen wel leuk zijn. Ja, ja. Daar gelooft nu niemand meer iets van, dat snap je. Nou, dan niet. En binnenkort moeten we een keer... Ik ga het gewoon elke aflevering zeggen. Binnenkort moeten we gewoon een keertje... Map bingoing. Met Randomizer bingoing doen. Met Nandoing. En Nando, als je kijkt, hoi. Hey, Nando. Date? Met bezet. Dat is niet waar. Ik wil al zeggen, leuk. Ik moet niet liegen. Leaguing. Dat ze dat in het Engels in zijn. Je bent echt goed in Engels zingen, oh mijn god. Ja. Mensen zijn altijd zo verbaasd. Echt hoor. Nou ja, dat snap ik ook wel. Je hebt zeker een tweetalige stage. Nee. Kijk, weet je, dat is ook een beetje... Veel mensen zeggen van... Ja, maar waarom doe je eigenlijk niet leraarschap Engels? Want daar ben je toch zo goed in. Kijk, mensen snappen gewoon niet dat ik wil ook gewoon wat uitdaging. Oh. Weet je, Engels is zo makkelijk voor mij, want ik ben er zo goed in. Ik bedoel, I Engels sing de hele dagging, then it is ing not leuking meer. Oké. Ik snap nu wel wat die moet. Lekker op tijd. Zonder dat ik daarvoor dood moest gaan. Dit spelletje, maar ik snap het niet meer. Ik ben in speelgoedwereld, kabooming. Hoe? Toy Toy Galaxy. Zoiets, ja. Of Toy Story Galaxy. Met Toy in ieder geval. Buddy Boot Lightyear. Het is geen Toy Story, zeg maar. Nee, niet?
toch niet? Dat de acting niet, eye. Nee, vind je dat niet leuk? Nee, ik ben helemaal niet van Pixar of Disney films. Het feit dat ik Pixar of Disney zeg, dat zegt al genoeg, zeg maar, dat ik niet weet wat ja, dat is. Dat zeg al genoeg. Ook niet Lion King? Nee, Lion ik heb echt niks met Lion King. Ik heb wel Disney Plus voor de Marvel, zeg maar. Dat telt niet als Disney, hè? Dat het is van Disney, hè? Dat telt alsnog niet van als Disney. Het is van Disney. Maar... telt niet als de original Disney. Oh, zonde. Want de original Disney was veel beter dan Marvel. Je bent zeker zo'n door een roosje fan. Nee. Nee, Disney was vroeger wel echt mooi. Okay. Maar ik zou die films nu niet zo gauw opnieuw kijken. Ja, misschien Lion King, omdat dat zeg maar jeugd. Oh, dit is zo'n Bowser guy. Ik weet weer hoe die moet. Auw. Nevermind. Nee, alweer leugens, Sander. Je bent wel echt zo'n leugenboy. No, it's not leuging. Niet te verwarren met leuking. Oh, dit is zo'n kut power-up. Oh, oh mijn god. Weet je welke power-up ik heb geunlocked? Dat ga je me nu stellen. De springveer power-upping. Oh, die... Yo, ik heb echt geen zin in Mario Galaxy 2. En niet om Mario Galaxy 2, maar ik heb echt geen zin omdat dat op de computer in moet. Ja, het is echt het helpt niet dat jij geen controller. Helemaal geen enkele controller hebt voor de PC. Nou ja, niet eentje die ik erop aan kan sluiten, ja. Zeg maar. Dan moeten we misschien toch of een vervangend idee fixen. Dat we nog wel gewoon 5 games hebben. Of dat we zeggen van... dan gaan we gewoon direct door naar Odyssey. Ja, zeg maar... ik vind Mario Galaxy 2 wel echt beter dan 1. Dat is hij ook. Alleen ja, als we hem niet kunnen spelen, zeg maar... omdat jij niet op de computer kan spelen. Wat logisch is, hè? Ja. Alleen... ik had wel iets van verwacht dat je iets van de controller zou hebben, eigenlijk. Nou ja, nee. Ja, daar komt dat ik... de meeste PC-games, die speel ik, zeg maar, die speel ik met toetsenbord, mm-hmm. Omdat... nou, heel vaak ja, is dat de meeste ook games hebben dat gewoon ook niet nodig. Au, damn it. Ja, heel veel games hebben dat in mijn ogen ook echt niet nodig. Alleen, zodra je iets van Nintendo of zo bijvoorbeeld wil spelen, dan is het wel gewoon nodig. Laten we eerlijk zijn. Alhoewel, dat is niet helemaal waar. DS-games zijn prima te doen, maar zodra je Wii, GameCube of Mario 64, hoor mij aan. Een Nintendo 64 gaat doen, dan is het wel gewoon echt een must eigenlijk. Heb je ooit Mario Kart Double Dashing spelen? Nee, maar ik geloof wel dat het kut was. Zat wel ook ooit een keer in de clipcompilatie? Oh, dan heb ik het wel gezien. Dan heb ik het gezien, want ik kijk elke clipcompilatie. Of je moet heel recent erin. Oh, echt weer. Het is wel echt alweer een hele tijd geleden. Dus ik snap dat je niet zo denkt van... oh ja, dat was toen met die... Want clipcompilatie is wel mijn favoriete serie op jouw kanaal, in. Ja, dat is ook... omdat ik er zelf in zit. Nee, dat is niet waar. Dat zijn wel echt leuke. Maar jij stukken. Zit ook in. Nee, je zit niet in heel veel andere series, besef ik me net. Andersom wel. Dat klopt, ja. Waarom zit je eigenlijk niet... oh, jawel, je zit bij mij in Soul Link en zo, maar die zijn allemaal afgelopen. Dat klopt, ja. Dat telt niet helemaal. Leek. Ga lekker dood, Bowser Ring. Alsjeblieft, wat een hating naar Bowser Ring. I'm fragging you, he'll leaving. Dat is wel waar, je zegt. Zegt de guy die zegt dat hij wil dat iemand anders doodgaat.
Nee, maar ik vroeg het je heel lief. Gozer, ga nou uit je gozer, ik zei toch dat je leaving moet zijn, heen. Ik vroeg nog zo lief of je dood wil gaan en je deed het niet. Wat een haat weer. Wat zei je nou? Dat hij een ego-tripper is, dat hij niet gewoon doodgaat voor jou. Oh, ego-tripper. Ja, dat is een Engels woord. Huh? Ego-trippering. Ja, jij zei de ing niet, maar... Ik, Die maakte jij gewoon denk, niet over. Ik weet... Ja, kijk, zo erg is het, hè. Ik denk gewoon al in de Engels, zie. Jij bent zo'n Pokémon Mario Mastering. Ja. Au. Ja, dan gaan we het na vandaag, zeg maar. Als we de opnames klaar zijn, moeten we gewoon even gaan beslissen wat we daarmee gaan doen. Ja. Nee, maar dat komt vast wel goed. Ik geloof dat wij dat kunnen. Ik geloof dat wij de wereld kunnen. Ik geloof dat. We hadden hetzelfde idee, Sander. Ja. Ja. Oh, dit is zo lang level. Ik heb echt geen zin in lange levels. Ja, heb je dat ook wel eens? Ik. Ja. Het enige nadeel is dat bij mij elk level lang. Oh, you not leaving, alweer niet één. Zo net zei je nog een aantal keer van you leaving. Dan zou je toch wel leaving. Dus nu snap ik niet. Misschien was ik wel aan het leaving. Oh, jij was aan het leaving. Wat een crazy oh, guy. Oh Sander, als het goed is, heb ik goed nieuws voor je. Heb je als het goed is geen... Een vriendin? Nee. Die kan ik je niet bezorgen. Niet zo goed nieuws, jammer. Nee, oké, okay, maar ga door. Als het goed is, kun jij gewoon de Vlaamse Mol kijken. Zonder VPN. Oh, ziek. Ja, echt? Volgens mij maken ze voor de Mol een uitzondering. Oh. Omdat ze weten dat er heel veel Nederlandse mensen de Vlaamse Mol kijken. Interacting. Niet te verwarren met interacting. Wat ook leuk is, dat is gewoon niet zo. Mario doet zo van, yo, ik ben blij. Doet hij, yo, ik ben blij? Ja, je hebt hem niet gezien, maar holy damn. Deze guy. Heel ziek. Oh, nog 26. Ja, ik weet hoe dat werkt, Rosalina. Je hoeft niet. Nee. Ik zeg net dat... Oké. Ze doet het toch. Vrouw. Nee, niet elke vrouw is hetzelfde. Maar Rosalina wel. Wees niet zoals Rosalina, boy. Wees niet tijger als je doet. Wees niet tijger als je poesje bent. Wees niet tijger als je stoer bent, ja. Nee, die vind ik wel leuk, hè. Doe niet tijger als je stoer bent. Speedy Comet. Dus Sander, heb ik helemaal geen zin speedy in. Guy. Ja, kijk, ik wil... Als het niet Dusty Dunes was, had ik gezegd... Yo, Speedy Comet? Oké. Ja, maar ik heb geen zin in Dusty Dunes. Dat is volledig... Die heb ik ook nog echt letterlijk net gedaan. Dus dan ben ik er helemaal klaar mee. Ik snap je helemaal zijn. Dusty Dunes is een van mijn minst favorieten. Dat is ook gewoon niet leuk. Engine grooming. Kabooming. Ik denk dat ik even nat word. Dat vind ik graag. Ik moet even dit power upje. Gold leaf. Niet te vormen met gold leaf. Gold leaf, die was ik de vorige aflevering aan het doen. Oh. Ja, maar ik. Joh. Jij doet misschien minder sterren bij een bepaalde als ik zeg. Snap je? Dat is waar. Waarschijnlijk anders dan. Al die moeite voor je. Gold bunnies. Ik wil geen gold bunny. Ik wil de gold bunny.
nodig had. Oh, wel de kop. Ik heb je. Ik heb je. Oh, ik moet eerst stalken. Being crazy? Nee, ik weet het niet door Sandring, maar dan ken je jezelf niet toeding. Waarom denk je dat ik zo verward was? Wauw, wat een dieve zin. Oké, niks aan de hand. Ik werd even boos. Nee, maar dat mag gewoon. Nou, wat een tradig level is dit zeg. Welke? Ja, ik weet even niet hoe deze heet, maar... Hij is wel een level. Weet je hoe ze dat in het Engels zeggen? Long braiding. Longing threading. Mm-hmm. En ik kan braiding. Oh, niet van de wereld afvallen! Nee. Volgens mij niet. Dat is ook al lang opgelost. Maar ik blijf doorgaan. Ja, sure. Nee, oké. Okay. Kom op. Ga maar. Kijk. Hoe kom ik daar, Sandring? Oh, ik heb denk dat ik het al weet. Ik weet niet waar you are. Mario, if you're now going to do that thing. Then you are vuile bitchy. Nee, dan is het niet vuile bitchie. Oh. Zou die hierin zitten? Lijkt me niet. Oh. Nou, lijkt mij wel een. En die game dacht ook van wel een. Wacht. Krijgen. Niks. Ze pakken hem niet eens voor mezelf op, hè? Nee. Oh ja, ik heb een blauw sterdingetje gevonden. Wil jij me verpakken? Want ik ben een loser en ik kan niks. Dat is wel zo'n karakter uit deze weer. Goal Bunny. En ik vind jou zo. Oh ja. Nou, dat wil je niet. Hoe zeer aardig. Oh. Als het moet. Sorry, Goldbunny. Goed zo. Spijt. Met rotting op je. Ik ben gewoon sociaal opgevoed. Oh wel. Dus. Oh! Waarom ga ik dood? Waarom ga ik dood? Dat is niet zo handig. Dat was niet handig. Hanneking. Heb ik nu wel die drie dingetjes nog, of moet ik nu weer helemaal opnieuw? Dat is fijn. Oh, dit is voor de zieke ster. Ja, maar het ga ik weer verklappen. Fuck it, ik doe het wel. Hé, wat zei je, Sandring? Volgens mij wil jij mij gaan... Nee, laat maar. Ik wil gewoon niet weten. Ik weet niet waar ik dat ben. Geheimpje. Wat is er met je geheimpje? Wat is er met mijn geheimpje, bruh? Jij denkt, ik heb een geheime... Tunnel? Oh ja. Nee, okay. Fair enough. There you got a point. Je hamen tunnel. Je hamen tunnel. Geheimen tunnel. Precies. Nou, ik denk, we doen even de Engelse versie voor ons international in Kijkering. Nandoing. Ja, is Nandoing international in? Ik vind het wel. Nu wil ik niet dood. Is er wel eens een moment dat je wel nee, dood wil? Ja. Nou, vaak zat. Just asking for a friend. Ja, maar ik weet ook nog niet hoe je dat het best doet, hè. Ik ben ook nog aan het leren. Ik ging dood op een manier waarvan je denkt van Milan, what the fuck ben je aan het doen? Herkenbaar. Dat had ik zo net. Auw.
No. Milan, ja. De game werkt niet mee. Rotier hem eens even. Dat klinkt wel een beetje als een jouw probleem. Niet als een mijn probleem? Als jij het zegt wel. Oh, dan ben ik er. Dan heb ik er pas over 2 maanden last van. Nee. Maar hier is niet eens zo'n guy. Zo'n blauwe staring guy. Dat is wel waar. Ik verhoop die. Oeh, daar zie ik zo'n guy. Ja. Ja? Dat mag. Wee, vliegen! Dank je. Pak je braviary. Ja, die ken ik. Dat is een guy. Weet je niet, kan ook een girl zijn. No, gender assuming hier. Ja. Sorry. Braviary. Als je dit hoort. Het spijt me. QZ file in music again? Nope. Wow, wat een haat deze guy. Haat je me echt zo. Ik zou hem haast crazy guying willen noemen. Crazy guying. Ja, dat. Je snapt tenminste wel wat ik bedoel, dat vind ik wel lief. Ik ben heel lief, Wing. Wordt hier al niet beaamd, hoor ik al. Nee, dat klopt wel. Dan moet je, mag je zelf bepalen wat... Ja, ik wou net zeggen. Nee, maar ik vind je wel lief soms. Mario meets heel Mario. Soms. Mario says yo! Kent Mario Dat is wel ziek. 2,5 minuut, Henry. Nou, ik ben nog lang bezig met het leveltje. Dat weet ik. Want ik vind niet zo'n guying. Ja, ga uit dit shot. Oké, okay, dank je. Ik wil zeker de camera bewegen, maar ik vergeet steeds dat het niet kan. Nou, niet in elk level in ieder geval. Nou, is dit zo een waarbij het niet mag? En dat is, ik wil mijn vrijheden terug. Oh, gaan we. Sander, je oppermeester is net opgepakt, dus. Wacht, is Jerry eindelijk opgepakt? Nee, Jerry niet, maar Willem Engel wel. Ook goed, doe ik het voor. Nu Jerry stap nog. Stap in de goede richting. Ja, nu alleen Jerry nog. En dan is de wereld een mooiere, betere plaats. Sorry. Nee, grapje. Ik moest iemand pakken. Ik had ook gewoon Jordi kunnen zeggen, bedenk me net. Ik kijk deze serie ook. Ja, ik had ook Paddy kunnen zeggen, maar dat is wel... Ik kijk het toch nee, precies. Ik kan zich niet offenden te voelen. Zandering is gewoon zo'n slimpie, hè? Dat horen we nou alweer. Ja, dat is het. Was ik ook nooit zo goed in Engels geweest. Dat vind ik zo schrikkelijk. Oké. Oké. Pim 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 pim. Dat gaat al zo goed hoor. Ik heb alleen zo'n ster ingeslikt. Ik heb een ster ingeslikt. Oké. Ja, nu ben ik Ster Mario in. Oh, nu niet meer. Ik weet dat jij houdt van het eten van sterren. Hé? Die snap ik niet. Nou, je zegt van ik heb een ster ingeslikt. En ja, maar... Ik weet dat je houdt van het eten van sterren, weet je wel?
Ste, dat is iemands kont. Dus kont eten, dat je daarvan houdt. Oh, zo. Nee, ik dacht sterren als in de naam sterren. Oh, huh? Nee, nee, nee. Daarom vond ik hem ook al zo raar. Daarom snapte ik hem ook niet. De tijd is gedaan. Ik ben net klaar met de level. Echt kut. Ik niet. Echt keuring. Ik kan dat laatste stukje niet vinden. Blauw stukje, kom nou gewoon even. Oh ja, dat had ik ook, dat probleem. Oh, waar zat hij? Oh, nevermind. Even denken. Werkt dit? Nee! Ik dacht dat ik hem gevonden had, maar hij deed het niet. We hebben hier een huiling scenering. Oké, één zo'n stukje zit in de kist, helemaal tegen de achterkant aan. Heb je die al gehad? Kist tegen de achterkant? Ja, je zoekt in die gold leaf gebeuren, toch? Ja. Ja, helemaal... Ja. Moet je daarvoor bee hebben of niet? Niet per se, maar het is makkelijk om daar naartoe te vliegen. Gewoon tegen de achterwand aan, daar staat ook een konijntje in de buurt. Daar staat zo'n kist tegen de muur aan, daar zit de laatste in. Ja, maar dan die bij de waterval. Ja, daar. Ja, kut, die had ik al. Wow. Dan zit er eentje... Even denken hoor. Aan de linkerkant van het veld heb je, even denken, er eentje. Ja, daar heb ik er nu twee. Heb je al dat je drie keer op zo'n boomstam moest groundpounden? Ja, die heb ik. Dan heb ik die bij die drie piranha planting. Ja. En dan heb je aan de rechterkant heb je er eentje. Even denken hoor. Wacht. Hier, boven me. Hé, hoe kom ik daar? Ja, oh ja, jij ziet niet waar ik ben. Ik ben bij die grote rode boom. Ja. En daar boven me, zo net. Waar je ongeveer die BB krijgt. Ja. Daar zag ik er één recht boven me, zo'n beetje. Maar ik weet niet hoe je die krijgt. Ik zit ook even te denken. Is er niet ergens zo'n schommel in de buurt? Nee. Wacht. Ho. Ik zie hem al, denk ik. Misschien mogelijk. Hij ziet hem al, denkt hij. Misschien mogelijk. Ja. Ook niet perspectieven. Liever iets dan iets. Nee, nee. Zo ga je dood door zo'n guy. Oh, hier staat gewoon zo'n trampolining. Oh, jij bent zo'n scheling. Ja, dat had ik nooit gevonden. Zonder jou in. Dus ik wil graag... ja, eigenlijk niet mijn moeder bedanken, want die heeft me niet geholpen. Maar ja, Milan wel. Ja, mijn moeder heeft me dan wel weer op de aarde gezet. Dus dat is dan wel weer lastig, hè? Mm-hmm. Voor wie kies je dan? Milan of mijn moeder, ja. Tja, ik zou het wel weten. Ja, ik ook. Moet ik nu achter dat konijntje ook nog aanvangen? Dat moet je ook nog doen, ja. Jezus. Een lang leveltje. Als ik het gewoon had kunnen vinden en niet zo dom was geweest, dan was het niet zo'n lang leveltje. Maar zeer zeker wel. Vrienden moet je het hebben. Wat was dat? Dat was ik. Oh, nou maar. Oh nee, maak het nog moeilijker voor mezelf. Daar ben je wel door goed in, hè? Iets van obstakels neer te zetten. Ik denk dat is een knop die ik in moet drukken. Oh nee, toch niet. Oh, nu maak ik alleen maar obstakels voor mezelf, maar ook voor het konijn. Dus misschien dat dat wel gunstig is trouwens, ja. Spoiler. Het is gunstig. Oeh.
Jij wist de spoiler al voordat ik hem ging spoileren. Ja, ik ben zo'n spoiler master. Deze guy spoilt gewoon de video die hij op zijn eigen kanaal uploadt. Ik ben er zo klaar mee. Nee. Gelukkig is het niet op mijn kanaal, anders dan had hij niet meer gemogen. Dat is een band dan, denk ik. Band, ja. Net zoals dat Twitch doet, als je het woord piep zegt. Ja, ik heb het even gebleept. Anders. Jij edit gewoon mijn video door een bleep te doen. Ja. Dus wil je stoppen? Ja, ben je klaar? Ja. Okay. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dat. Check me man. Trillen. What the fuck? Sandering, je bent een coole boying. Aju! We'll be right back.